Mijn naam is Ben Broeders en ik ben de Belgische recordhouder polshoekspringen met 5,80 meter. We staan er hierbij bij de grootste gek uit de Belgische atletiek. Het is wel met heel veel eerbied gezegd. Of zijn polshoekspringers geen gekken? Je moet er een beetje zot voor zijn natuurlijk, hè, om uiteindelijk te smijten over zo'n hoogte. Maar het is allemaal wel een beetje beredeneerd ook. Ik vind dat een onwaarschijnlijk indrukwekkende discipline om naar te kijken. Maar alleen komen er zoveel facetten bij kijken die ik niet zo goed snap. En ik denk heel veel mensen bij mij niet. Bijvoorbeeld als we het even gaan opdelen, hè, het allerbegin. Hmm. Wat is de ideale afstand voor jou? Ik veronderstel dat atleet per atleet een beetje verschilt. Atleet per atleet, maar de meeste nu op de Spelen stond iedereen op 18, met uitzondering van 3 of 4 man die nog naar 20 pas gaan. En je zet per pas? Is ongeveer, voor mij is het 40 meter. Oh ja. En als je op 20 staat, is het een goede 45 meter. Ik ga heel even iets voordoen, Ben. Is dat de juiste kant? Dat is de juiste kant. Dat is de juiste kant, ja. Begin dan. Dus en dan staan jullie daar en dan iets wat ik mij afvraag, is dit functioneel? Of is dat een soort vorm van... Draaien. Wacht. Wat moet ik doen? Zo. En nu vastpakken en dan ook. Maar hier? Nee. Hier. Zo. Dus en dan, jullie doen dan zo... En dan zo is in de hoogte en dan is dat functioneel of is het een soort vorm van concentratie op? Nee, het is ook allemaal eigenlijk gewoon techniek. Is het visualisatie voor een stuk ook? Grotendeels. Dat is mijn geloof toch? Als je het jezelf niet ziet doen, ga je het ook nooit doen. De aanloop zelf, Ben. We zijn vertrokken en dan? Dan is het eigenlijk zo snel mogelijk die een dop dat daar van achter op de stok staat, in dat putteke rammen. Denken is misschien niet altijd goed. Te veel nadenken in deze strook is niet per se bevorderlijk voor de hoogte. Denken is 100% gedaan. Ja. Eigenlijk het beste is eigenlijk als je daar staat, je hebt je visualisatie gedaan, je hebt je kernwoorden, de boodschap dat je coach je juist heeft bijgebracht, visualiseert dat focuspunt, denken is gedaan en gaan. De laatste 6 passen begin jij je stok omlaag te doen? Eigenlijk is het direct van in het begin dat je soort van begint. Maar je laatste passen is het echt loslaten. Ja. Dat je eigenlijk zo weinig mogelijk moeite doet opnieuw. Om de energie over te brengen en zoveel mogelijk mee te nemen. Nog iets anders. We gaan nog even terug naar het begin. Wat de meeste kampmensen hebben. Is dat ook deel uit van de routine of haal je er echt iets uit als plots iedereen in het stadion dat begint te doen? Ik haal er echt wel iets uit. We moeten meedoen. 100%. Ja, mensen, je moet meedoen. Zo hard mogelijk. Zo hard mogelijk. Ik wil het met jou even hebben over dit prachtige instrument. De stok. Ik dacht eerst dat het hout was, maar ik heb ondertussen al lang gezien dat dat dus geen hout is. Dit is een echte wedstrijdstok? Oh ja, het kan een wedstrijdstok zijn, ja. Is er ook daar verschil in topmateriaal? Er zijn 2 verschillende soorten. Dus dit is waar ik mee spring, is gewoon puur glasvezel. Glasvezel? Glasvezel, ja. Geperst en in de oven gestoken eigenlijk. Gewoon gebakken. Dat moet je niet zelf doen, veronderstel ik. Dat wordt door de fabrikant gedaan. Ja. En als je gaat kijken naar prestaties die geleverd worden, met welke stok worden de beste prestaties geleverd? Alle wereldrecords zijn gesprongen met de good old one. Exact hetzelfde als waar Bobka mee sprong. Ja? Maar op zich zit er weinig evolutie nog maar op. Op zich zit daar weinig evolutie op. De glasvezel is iets lichter geworden. Oh ja. Maar voor de rest is het dood gewoon een glasvezel. Met op het einde een dop, een beetje tape langs de bovenkant. Ja, die je er waarschijnlijk zelf hebt opge... Die plakt er liefst zelf op. Maar voor de rest is het eigenlijk goede marchandise, dus waarom veel veranderen? Is het gewoon 1 maat, ook qua lengte, 1 maat? Lengte en plooibaarheid, zullen we het noemen, kun je eigenlijk vrij in kiezen. Ah, ja. Er zijn een paar atleten die met stokken van 4,90 meter springen. Er zijn atleten die met stokken van 5,20 meter springen. Ja. En jij? 5,10 meter. De lat. Ben, ze ligt nu nog wel niet de lat, maar de lat. Dan zullen we daar verandering in brengen. Hè? Ja, we gaan de lat leggen. Zijn we er? We zijn er.
ligt. De lat ligt. En ze ligt op hoeveel? Kan je dat zo met blote ogen inschatten? Ik heb ze zelf op 5,5 gelegd, dus ze ligt op 5,5. Dit is 5 meter. Dit is 5 meter 50. Ja. Ja, dat is een keer of 3 Michael Jordan, denk ik. 3 Michael Jordans op elkaar. Niet als ze aan het dunken was, maar het zal niet veel schelen. En 4 keer Danny DeVito. Waar ligt jouw absolute lat? Iedereen droomt van die 6 meter die post ook doet, hè. Dus waarom niet? Ja, tuurlijk. Ja. Wat mij betreft mag het. Hè. Ik hoop het. Het zou wel onwaarschijnlijke hoogte zijn, toch? Het zou een onwaarschijnlijke hoogte zijn. Maar ik veronderstel dat je dat is stapje per stapje. Het volgende zal 5,85 zijn, bij wijze van spreken. Ja, dat is voor mij nog het doel dit jaar. Om een 5,85 springen. Bij het record nog breken. Het zou prachtig zijn, moest dat het Memorial lukken. Met publiek dit jaar. Vorig jaar is het bijna gelukt. Nog een beetje geklap erbij. Had het misschien blijven liggen vorig jaar. Maar daar gaan we nu 5,85 van proberen maken. En de mensen een show proberen geven. Hè. Het wordt een show, mannen.